Alex Klaassen won gisteravond de Annie M.G. Smitprijs voor het beste theaterlied. Hij hoorde het nieuws in zijn eentje terwijl hij thuis aan de telefoon hing met het Radio 5-programma Volgspot. Eigenlijk had Alex deze prijs in een ramvol Bellevue Theater moeten krijgen tijdens het Kleinkunstfestival. Maar goed, corona. Hij won de prijs voor het nummer Gewoon Opnieuw. Een lied dat volgens het juryrapport iets van hoop biedt. En laten we dat nou net nodig hebben nu. Alex, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ja, hoe was dit om te horen gisteren? Dit was heel raar, want ik zat op mijn bank en ik was bloednerveus. En dan krijg je ineens door de telefoon te horen Alex Klaassen heeft gewonnen. Ja. En dan zit je te juichen in je eigen woonkamer in je eentje. Ja, dat ga ik dus even inhalen nu. Dat heb je ga nu. Kijken oh, of ik yes. dit coronaproof kan doen. Hè? Hier zo. Ik heb champagne voor je. Ik hoop dat je dat drinkt. Ik drink nooit, maar ik ga beginnen vandaag. Nee, dat doen we gewoon vanavond. Ik ga het even officieel doen, want deze prijs is georganiseerd door Buma Cultuur en het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Deze prijs wordt sinds 1988 uitgereikt. En je hebt hem samengekregen met tekstschrijver Juriaan van Dongen en pianist Peter de Witte. Componist-pianist, daar zit hij. We gaan ook zo naar hem luisteren. Ja. Jij krijgt een glaasje. Ik zal een klein glaasje voor je inschenken. Klein glaasje? Ja. Maar, meteen dronken zingen. Kan ook heel leuk zijn. Ja, maar zullen we dat proberen? Ben jij hier al van dronken? Nou, wat heerlijk, dank je wel. Dat neem ik zelf ook een beetje. Chill. Maar eerdere winnaars zijn Freek de Jonge, Brigitte Kaandorp, Maarten Roosendaals, Wende, best wel een indrukwekkende lijst. Ja. En nu, proosten? Ja, we gaan proosten. Dat doe ik weer helemaal verkeerd. Jaren in de horeca gewerkt, ik kan het niet afstand. Meer. Proosten. Proost. 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 Gefeliciteerd. En je beeld staat hier. Ja. Maar dit lied, Gewoon Opnieuw, dat heb je gekregen. Dat is de prijs. Maar dat komt uit je voorstelling Showponies 2. Je had ook op deel 1. Ja. Je moet eerst even uitleggen wat een showpony is. Een showpony is eigenlijk iemand die zich leuker voordoet dan dat hij is, of vindt dat hij is, om leuker gevonden te worden door andere mensen. Oh. Omdat je, ik merk heel vaak, en dat is natuurlijk sowieso met mensen in theater, je hebt een soort, omdat je vaak speelt, een soort versie die je inmiddels kent, waarvan je weet dat mensen die altijd leuk vinden. Mm. Dus het is een soort van jas die je aantrekt. En ik vond showponies ook gewoon een hele lekkere titel. Voor een voorstelling. Ja, ik wilde heel graag het genre revue opnieuw uitvinden. Wat is dat genre, voor mensen die het niet kennen? Het genre revue, ja, het was eigenlijk al heel lang weg. André van Duin is eigenlijk het laatste die het gedaan heeft in de jaren 90, volgens mij. En daar was ik als kind heel erg fan van. Snip en Snap zat daar weer voor. En dat is eigenlijk een verzameling, sketches, liedjes. Het was vroeger ook nog op actualiteit, maar dat is tegenwoordig niet meer. Ja, eigenlijk gewoon van allerlei stijlen en genres om elkaar heen. We gaan kijken naar een korte impressie van Showponies 2. Ben. Genderneutrale toilet is altijd bezet, is altijd bezet. Iedereen wil naar het genderneutrale toilet, maar het is altijd bezet. Hey, maar jij vindt mij dus 30% vrouw. Ja, zoiets. Ik heb jullie allemaal gevraagd om thuis één gerechtje te bereiden, dat dan mee te nemen. Shared dining. Oh, ja! Ja, het ziet heel vrolijk uit. Ook wel, er werd hier ook hard op gelachen. Hè? Maar de seksuele diversiteit is eigenlijk, dat is heel erg nadrukkelijk aanwezig in jouw voorstellingen. Uit de kast komen is een soort van rode draad. Ja, ik kom voor de tweede keer uit de kast in mijn voorstelling. Ja. Hoe is dat op het theater, uit de kast komen? Nou ja, ik heb er heel erg over nagedacht dat eigenlijk mijn eerste keer uit de kast komen op mijn 18e, dat het gewoon eigenlijk helemaal niet zo leuk was. En dat ik ook eigenlijk helemaal niet het gevoel had dat ik eruit was, omdat ik merkte dat ik nog steeds me niet kon gedragen of durfde te gedragen zoals ik me eigenlijk voelde. Dus nog niet mezelf durfde te zijn. Nog steeds eigenlijk? Nou ja, dat is altijd. Mensen denken altijd als je uit de kast bent gekomen, dan zet je een knop om en dan is vanaf dat moment de lang leven de lol. Mm-hmm. Maar dan begint natuurlijk je leven als openlijk homoseksueel. En dat is natuurlijk best wel eng om daar gewoon voor uit te komen en zo de straat op te gaan. Het is heel kwetsbaar. Dus dat duurt een aantal jaar voordat je daar soort dan weer oké mee bent. Mm-hmm. En daar zat ik afgelopen jaar volgens mij, dus 20 jaar later. En toen dacht ik, laat ik er nou dan iets vrolijks van maken. Dus ik zeg, toen vond ik het niet zo leuk en nu wil ik gewoon een soort feestje van maken. Dus jij komt, het is een soort van feestje van uit de kast komen, deze hele voorstelling. Ja.
het lied gewoon opnieuw, wat dus uit jouw voorstelling komt. Dat is geschreven door Juriaan van Dongen. Ja. Maar het idee komt van jou. Het idee komt van mij, ja. Het is echt een prachtig nummer. Ik heb het nu een paar keer geluisterd en pas de tweede keer begreep ik dat het ook gaat over een man die zijn grote liefde verliest aan een ziekte. Ja. En dan opnieuw verliefd wordt. Maar is dit autobiografisch? Het is niet autobiografisch, nee. Ik wilde heel graag, de opdracht voor Juriaan was eigenlijk een nummer over een heel erg grote liefde. Ja. En die verliezen. En in dit geval dus aan overlijden. Ik vind het altijd heel erg ontroerend te zien hoe mensen doorgaan. Mm. En ik vind het zelf altijd een heel troostrijk idee dat je in principe elke dag opnieuw kan beginnen. Dus na een verloren liefde, maar ook als je iets kuts hebt gedaan waarvan je denkt, oh, dat kan ik nooit meer goed maken. Dat je de volgende dag toch allemaal weer opnieuw kan beginnen als je dat besluit. En dat begrip gewoon opnieuw zit in dit nummer eigenlijk in verschillende vormen. Ja, je hoort het zo meteen. Ja. Ik kan het altijd heel slecht uitleggen. maar Juriaan heeft dat echt uit zijn mate vakkundig in elkaar. Ja. En wij vroegen jou of je dit prijzende lied wilde zingen voor ons. En het duurt 5,5 minuten. Dat is lang voor tv-begrip. En jij zei, ik doe het, maar alleen als ik het hele nummer mag doen. Waarom? Ja, omdat ik het anders... Ja, als je naar een programma komt omdat je de Annie M. G. Smitprijs hebt gewonnen voor een lied, dan moet je dat lied laten horen. En je kan, en dit nummer zit een opbouw in. Je kan niet na 1,5 minuut stoppen. Er zijn heel veel tv-programma's in Nederland die zeggen, nee, je mag niet langer dan 1,5 minuut, want dat werkt niet. Onzin. Dus, nou... Ik ben heel blij dat het weer mag. Ga klaarstaan. Dan ga ik nog even het officiële juryrapport voorlezen, een stukje daarvan. De Annie M. G. Smitprijs gaat dit jaar naar een lied waarvan de tekst iets van hoop biedt. Muzikaal op hoog peil. Een fraaie, doorgecomponeerde melodie. Die de uitvoerende is sowieso de beste zanger van allemaal. Nou, die heb je al in de pocket, Alex. De winnaar van de Annie M. G. Smitprijs is het lied gewoon opnieuw op een tekst van Juriaan van Dongen. Muziek van Peter van der Witte en uitgevoerd door Alex Klaassen. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht, het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april reed een gast op een scooter me zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost bleef ik vloeken. Mijn e-bike, weet je wel wat die kost? Een dag later stond hij voor mijn deur met fruit in een mand. Wil je meer vitamine, zei hij, dan weet ik vlakbij een fijn restaurant. Hij wou mijn hechtingen zien, maar keek meer naar mijn gulp. Ik vroeg, is dit geilheid of slachtofferhulp? Ik vond hem leuk, al meteen, maar wat moest ik na zo lang alleen? Hij zei, durf het gewoon opnieuw, iedere dag opnieuw. Nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon gewoon opnieuw. Na een maand af en aan ging hij een eettafel kopen en trok bij me in. Ik hield een litteken van ons verkeersrendezvous, maar dat noemde hij trots onze liefdestattoo. In mijn luchtdicht bestaan deed hij de ramen weer open en gaf alles zin. Wilde ik een gesprek over doodsangst, zei hij, dat is goed, maar dan wel met champagne erbij. Ik heb mijn rijbewijs door hem gehaald, tuinierde zelfs weer. Hij wou trouwen en ik zei, oké, krankzinnig idee, maar zeg maar wanneer. Mijn hart snapte amper wat het overkwam. Het was klaar met de wereld en met Amsterdam, maar hij sleurde me mee. En ik zag de stad, elke boom, elke steen, elke bloem, alle mensen gewoon opnieuw. Iedere dag opnieuw. Nooit gedacht dat dat kon,
gedacht dat iets doen met meer bluf minder zwaar is. Nooit gedacht, dit gaat ooit stuk. Omdat het cliché, dat clichés altijd waar zijn, echt waar is. Dus ook het cliché van geluk. En het cliché van een arts die heel rustig iets meedeelt. De foto's, prognoses, de korte termijn. Nooit gedacht dat iets zo banaals hem ooit zou breken. En dat ik er voor hem kon zijn. Dat we die 2 jaar voor ik hem verloor, meer leefde dan ik. Heel mijn leven daarvoor. Hij ging snel achteruit. Maar bleef vechten tot ik zei, lief, je mag gaan. Stil zat ik daarna dagen aan tafel. En toen vroeg ik aan een leeg huis, wat gaan we nu doen? Gewoon opnieuw, iedere dag. Iedere dag. Nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? En nu zit ik hier met jou. Ik ken je net een paar weken en ben in de war. Geen idee hoe je dat al de eerste keer deed. Maar je maakt dat ik domweg mezelf vergeet. Het kon niet, het mocht niet van mij, eerst niets mee gedaan. Maar als de liefde zelf weet, dit is waar, dan trekt ze zich daar vrij weinig van aan. Ik laat het wonder maar toe dat ik jou heb ontmoet. En mijn litteken jeukt niet, dus hij vindt het goed. Hij zei laatst nog dat ik te lang rouw, dat hij ziet hoeveel ik van je hou. Hij zei, durf het gewoon opnieuw. Iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan. Dus wat dacht je ervan? Gewoon opnieuw.